Welkom bij een nieuwe ins en outs van Bikes & Care. Zoals jullie zien, deze keer niet in de winkel, maar weer op locatie en wel in Oostenrijk. Want bij onze laatste vlog hebben we jullie wat beloofd. We gingen kijken, als er sneeuw zou liggen, wat de Pirelli winterbanden zouden doen in combinatie met ook nog eens keer het Bluebreak ABS systeem aan de voorzijde. En daarvoor hebben we meegenomen de ST3 Pinion met veer in de voorvork, ABS aan de voorzijde en wij hebben de winterbanden voor jullie gemonteerd. En sneeuw in Nederland is er momenteel natuurlijk al helemaal niet. Daarom dachten we nemen hem mee naar Oostenrijk en dan gaan we het daar voor jullie proberen. En dan nog even een goed voornemen of meer een tip voor 2023. En dat is, mocht u nou een stromer gaan kopen of bent u voornemens een nieuwe te gaan kopen, heeft u er al een, denk dan goed naar waar. Wij merken toch nog vaak dat mensen gaan voor aantrekkelijke aanbieding, waarbij de fiets wat voordeliger aangeboden wordt. En we zien ook de ellende die er daarna komt. Het is niet voor niets, goedkoop is duurkoop. Mensen kopen de fietsen bij dealers die te weinig technisch onderlegd zijn, die wel de tijd nemen om de fiets te verkopen, maar vervolgens geen service kunnen bieden, omdat ze bijvoorbeeld niet gekwalificeerd zijn of gecertificeerd zijn voor het Bluebreak systeem, dus daar geen updates en onderhoud aan kunnen doen. Of gewoonweg de onderdelen niet op voorraad hebben of de kennis niet in huis. En dat betekent dat mensen vaak heel lang moeten wachten op een fiets die dan maar half gerepareerd terugkrijgen of helemaal niet geholpen worden. En niet alleen wij, maar ook andere collega's nemen niet al dit soort klanten meer op als in ons klantengamma. En dan kunnen wij u ook niet helpen. Dus denk goed na waar u uw stromen koopt. Is maar eventjes zachtjes. Een fietsje. En dus nee. Nou, staat gewoon stil hoor. We gaan het nog een keertje proberen. En dan gaan we ietsjes verder en een beetje harder. Dan gaan we weer. Helaas is de sneeuw wel een beetje hard. Dus toch nog een beetje oppassen. Want ijs is natuurlijk een andere combinatie die we niet per se willen. Maar als ze nu gewoon inknijpen, staan we gewoon stil. En zoals je kon zien, breekt de achterkant wel iets uit. Dus daar moet je op letten. Maar de voorkant met de Bluebreak erop gaat nergens heen. Je voelt net als met de auto dat hij als het ware pompend remt. Dus dat hij helpt en ingrijpt waar nodig. Echt een topsysteem, zelfs in de sneeuw. Nou is dit niet het allerbeste skiseizoen, want er ligt ongeveer alleen hier sneeuw in Oostenrijk en nergens anders. Daarom hangen de liften achter mij ook stil, want hier kun je niet eens skiën. En dat betekent ook dat de sneeuwkwaliteit slecht is. Het is hard. En daarom kunnen we niet de vaart maken of het laten zien zoals we dat eigenlijk hadden bedacht. Maar toch hopen we dat jullie het leuk hebben gevonden. En we hopen dat jullie hebben kunnen zien wat er gebeurt. De combinatie van de winterbanden met de Bluebreak zorgt voor heel veel zekerheid. Zeker aan de voorkant. En natuurlijk moet je die achterkant in de gaten houden. Maar dat is bij elke andere fiets ook zo. Maar die voorkant in combinatie met dat zachte rubber van die winterband zorgt ervoor dat je ook met hele koude en niet zulke handige omstandigheden toch gewoon recht door je weg kan vervolgen. Een hele goede combinatie wat ons betreft. En in deze prachtige omgeving en met toch wel mooi weer, alleen weinig sneeuw, zeggen we dit was het einde van deze video. Vonden jullie hem leuk? Doe een duimpje omhoog. En wil je niks missen? Even het belletje aantikken. En natuurlijk abonneren. Tot de volgende! Maar voordat we dat gaan doen, willen we jullie eerst even de beste wensen. Hoe noem je dat? Beste wensen.